Het is een buurtbewenner die van de moorden betiert, de instorte moorden ontdekt en de gemeente alarmeert. De Keizersgracht, die deun naast de Veenzenismoren rint, wordt liek afsletten voor het verkeer. En genieën mij naar binnen ta. De blokjespoorten wordt van 2007 al net meer gebruikt als Veenzenis. Het is nu het plak van verskate lietse bedrijven en er wordt lesjoen door mbo's kwallen. Die muur is afbrutsen, dus ja, we kunnen er net in. En we hield eigenlijk het toets verrekken niet. Dus dat gaat net terug waarschijnlijk. Ik vind het wel indrukwekkend. Dat verwacht ik net op de man niet te mogen. Wel vervelend, want je hebt een bepaalde planning en nou ja, dat loopt dan even anders. Ik vind het een beetje gek dat ze het hele pand nu dicht houden. Want waar de muur naar beneden is geklapt, is zeg maar in de buurt van de B-vleugel. En ik heb zoiets van, ja, laat dan de rest van de mensen wel naar binnen en de B-vleugel bijvoorbeeld nog niet. Na de controle door bouwinspecteurs blijkt dat het veilig is om naar binnen te gaan. Elsen niet een keer weer rond het werk. Het zijn losstaande muren en die zijn natuurlijk ook veel dunner en nou ja, niet in constructies. Het is eigenlijk gewoon een rechtopstaande muur. En zij hebben aangegeven van, nou, er is geen enkele reden om aan te nemen dat de gebouwen die binnen de muren staan, dat die niet stevig zouden zijn. Dus vandaar dat ze hem vrijgegeven hebben. Hij heeft geen idee wat de oorzaak is. De muur helde uit zichzelf al wat over. In de laatste tijd nou ja, is er gewoon heel veel, heeft het heel veel gevroren en daarna is het weer gaan dooien. En wij vermoeden dat er gewoon te veel vocht in de muur gezeten heeft en dat hij op een gegeven moment zijn kracht verloor en omgekieperd is. De Rijksgebouwendienst is eigenaar van het gebouw. Zien er geen signalen dat het min stelt weer met de moorden. Het bouwsel zal wel reconstrueerd worden, want het is een Rijksmonument.